PSV wil graag een stadion waar 50.000 toeschouwers in kunnen. De club heeft die ambitie kenbaar gemaakt op Krankenaria, waar de selectie op trainingskamp is. Nu is er in het Eindhovense stadion plaats voor 35.000 man. Volgens directeur Tini Sanders moet worden onderzocht of er een compleet nieuw stadion moet komen of dat het huidige Philips stadion kan worden uitgebreid. De verbouwing werd al eerder onderzocht. In 2010 werd gekeken hoe het stadion klaargestoomd moest worden voor een eventueel WK-voetbal in eigen land. Dat zou er toen ongeveer zo uit moeten hebben gaan zien. Van het WK en dus het verbouwen van het stadion is toen niets gekomen. Het plan voor het nieuwe of verbouwde stadion moet er in uiterlijk 2020 liggen.